Hallo daar beste kijkers, daar ben ik weer, Mr. Speedy. En zoals je ziet spelen we weer Don't Starve. Je kijkt nu naar episode 22 van de serie. En ja, waar ik dus net achter ben gekomen, en dat is een beetje zwaar kloten, is dat mijn microfoon het lekker geen zin meer in had. En dat de vorige episodes zonder geluid waren. En ik weet nog niet helemaal wat ik ga doen. En daarom... ja, er zijn twee opties hier. Of... Nou, er zijn een paar opties. Of... ik upload die vorige episodes niet. En dan begint het hier. Dus zal ik zo eventjes een beetje uitleggen wat er allemaal gebeurd is. Of ik upload ze wel, maar dan hebben ze geen... commentaar. Of ik spreek commentaar over in. Maar... ja, ik weet niet of dat wel echt iets is. Dus wacht even tot de heatstone is opgewarmd. Twee paar ermus. Dus ja. De vorige keren is er een aantal dingen gebeurd. Het zijn allemaal penguin groepen onze wereld geïnvadeerd. Het kwam erop neer dat we deze groep hier wouden doodmaken. Door middel van operatie vuur. En dat had in dat ik allemaal saplings en zo heb geplant. Om en in dat plekje wat ik jullie zo laat zien. Wat ik jullie nu ga laten zien. En ja, het enige wat we dan zouden hoeven doen is de hele boel in de fik te steken. Dan zouden al die penguins daar gezellig doodgaan. Dus dat is een beetje het plan. Maar toen heb ik het zwaar opgefokt. Want we hadden aardig wat levens nodig. En door een kleine fout heb ik lasagne gekregen. Monster lasagne. In plaats van normaal eten. Wat ervoor zorgde dat we een dag geen meatballs hadden. En dus weinig eten hadden. En weinig levens. En toen ben ik dus gaan zoeken naar levens. Of naar eten. En naar shit voor levens. Ik vond een mandrake. En zoals je ziet, ja, hebben we de touchdown moeten gebruiken, want ik ging dood. Ik moest wat eten. En het beste wat ik kon eten was een mushroom. En die kon ik niet aan. Toen ging ik dood. Helaas. Maar zo heel erg is dat niet. Want we hadden onze touchdown. Ik heb met heel veel swag het kunnen redden. Dat is eigenlijk best wel chill. En ja, door die redding hebben we nu al die shit weer. Heb ik Mandrake gebruikt om weer vol levens te komen. En daardoor zijn we heel wat sanity verloren. Wat ik nu een beetje eigenlijk weer heb hersteld. Dus dat is wel echt nice. Dus dat is een beetje, heel kort gezegd, wat er allemaal is gebeurd in de laatste paar episodes. Met wat detail, met wat... verkeerde momenten natuurlijk overgeslagen. En ja, dat is dus voor iedereen die dat even wou weten. Want ik weet niet precies wat er nou, wat ik nu precies ga doen. En ja, dat zul je wel zien met de tijd dat deze video is. Aangezien als de vorige allemaal komen, dan zul je eerst een aantal episodes voor deze zien. Zo niet, zul je deze eerst zien. Het zal heel jammer zijn. Dus ik zal nog even nadenken wat ik allemaal ga doen. Maar ja, dus what the fuck. Niet weer. Nee. Godverdomme. Oké, ja, fuck jou, monster lasagne. Jij hebt het dus net ook van mij verkracht. En dit keer... oh ja, shit. Lekker dan. Ik heb niet eens fucking rabbits. Wat op met die trap? Set trap. Oké, dat is niet echt fijn. Moet natuurlijk zorgen dat we nu echt gewoon pijl staan met het voedsel. Zorgen dat we niet voedsel verliezen. Onnodig. Want ja, dat voedsel hebben we echt zwaar nodig. Anders gebeurt straks precies hetzelfde. Met grote verandering. Dat we voor zometeen geen touchstone hebben. Dus dit is onze laatste kans. We moeten het nu hiermee doen. En... oh ja. Dus ik heb me vergeten. Die bitches daar hebben ons andere plekje genomen. Oké, wacht. Monsters. Kun je dat? Nee.
Oké. Dat kan niet. Dus we hebben wat meer meat nodig. Ik denk... Nu hebben we nog niet echt zoveel haast daarmee. Maar het is nu wel een beetje dringend. Want ik wil niet weer honger krijgen. Want dan gaan we heel snel onze levens verliezen. We zitten nu op dag 32. Dat is boven mijn highscore. Dus dat wil ik echt wel gewoon hebben. Dat is niet zo fijn wat daar gebeurt. Laat me even minder. Extra licht, bitches. You'll never get us. Oh, wat is dit toch eens jammer, man. Nou ja, we gaan gewoon door. Het werkt nu weer. Fucking microfoon. Ik haat je, maar... Komt allemaal goed. Geen zorgen, mensen. Ik zal straks een andere proberen. Misschien dat al beter is. En ja. Ik ga gewoon door met de serie. Het is op zich niet zo heel erg. Tenzij ik het nu helemaal ga opfokken. Dus nu moeten we al helemaal gaan bedenken wat we nou eigenlijk moeten willen maken. Qua het... qua onszelf uit de dood halen. Dus meat effigy lijkt me wel echt een goeie. Dus we moeten zo wel echt even gaan fixen dat we wat cooked meat hebben. Want ja. Night. Life giving amulet. Het probleem daarvan is dat we de red gem nodig hebben. En ik weet niet hoe de fuck je dat krijgt. Ja, nou, maakt niet uit. Wat we dus nu gaan doen is zoeken naar voedsel. En eindelijk... Operatie vuur uitvoeren. Dit keer voor het echi. Dus ik zou zeggen... Let's see these bastards burn. Ze zitten er nog steeds. Ik loop eerst even om en ik pak... de bloem. Want die bloem wil ik ook. En nu... Zeggen we sayonara, bitches. Sterf, je kunt het. Waarom gaan ze niet dood? Oh, daar ging iedereen dood. Oh, wat awesome. Oh, daar ging er nog één dood. Fucking geweldig. Dus, we hebben er nog vier over. Het werkte niet helemaal zoals gepland, maar... Holy shit. We hebben een ei genakt. Fucking awesome. Rot op. Ik wil je ei niet eens. Dief op. Kutbeest. Ga weg. Nou, oké. Super gefaalde dingen. Shit, maar... We hebben tenminste wel twee eieren genakt. En als hier nou ergens... Waar had ik nou hier een ding gedropt? Hey rabbit, ga erin. Doe mij eens even een plezier. Ga jij eens even in die trap. Nou, hier kunnen we het ook nog doen, maar hier gaat het niet zo heel veel werken, want we hebben niet echt veel shit daar gepland. Want daar had ik niet echt tijd voor toen. Wortel. Oh, spullen om te eten, nice. Oh, voedsel. Oh, dit is geweldig. Oké, geweldig. Nice. Oké. Dus. Fucking penguins. Ja, al ons voedsel, voor als het niet online komt, ging heel snel op. Damn, wat eten we veel in de winter. Het is echt niet normaal. Dus gelukkig hebben we nu dit allemaal. Vraag me af wat het nu wordt. Misschien
misschien wordt het wel iets met eieren. Aangezien er twee dingetjes eieren in zitten. Even kijken, we hebben weer wat troep die we niet bij ons hoeven te dragen. Dus dat kan wel weg. Dat kan op elkaar. Meatballs, nice. Nice. Oké, wacht, had ik nog? Nee. Ah, maar we hadden geen vlees. Dat is best wel jammer. Maar, kijk, nu hoeven we alleen nog maar het vlees te hebben voor de volgende. Zo. Oké, vuur. Nice. Dat meen je niet, hè. Wil ik net een boompje gaan kappen en dan wordt het alweer nacht. Wordt het alweer avond. Dan kan ik natuurlijk geen boompjes gaan kappen, want dan gaat het mis. Yes. Oké. Set trap. Oké. Dus het gaat allemaal weer lekker. We zitten weer daarboven. We kunnen een garland maken. Of als we bij het vuur staan. Kunnen we onze sanity weer een beetje boosten. Die andere stuk gaan. Okay. Laat maar gewoon even weer terug gaan. Waar is dat ding? Kom op, ga omhoog, sanity. You can do it. Niet om lachen. Kijk hoe mooie bloemetjes ik heb. Kijk hoe mooie bloemetjes. Toch gaat het omlaag. We slaan er nou weer om. Komt dat door de winter of zo? Het zal best kunnen. Misschien gaat het dan gewoon standaard omlaag, omdat hij het gewoon niet zo chill vindt. Zo. Hier naar binnen. Oh, die laat ik nog even daar staan, want we hebben het nu nog niet nodig. Dat is wel duidelijk. Oké. Even nadenken, wat kunnen we nu gaan doen? Operatie Penguin ging niet helemaal als gepland. Ze leven nog steeds. Dat is wel gekut. Even kijken. Nou, moet sowieso een beetje zuinig zijn op levens en eten. Want we willen niet weer doodgaan. We zouden kunnen zoeken naar een nieuwe touchstone, maar ik denk dat we beter daar eerst de winter voor moeten overleven. Ja, lastige shit, lastige shit. Toch zomaar even kijken bij dat kamp. Van die penguins. Maybe kunnen we nog een ei nakken of zo. Zal wel veel zijn. Oké, dus moeten die food effigie hebben. Meat effigie. Ze hebben cooked meat nodig. Maar daarvoor hebben we zo'n meat ding nodig. Daarvoor moeten we hoogstwaarschijnlijk een piggy vermoorden. Ik denk dat dat dan ons plan is. Een piggy gaan killen. Lijkt me wat verstandigst. Ik zie wel dat de dag alweer langer wordt. Dus de winter is alweer... beetje aan het wegzakken. Dat is wel chill. Goed teken. We doen het goed. Maar onze sanity die ken ik nog niet. Ik zie overal oogjes. Vind ik niet cool. Thank you.
Lekker warm blijven dan maar. Want die ogen die zijn wel echt zwaar hinderlijk. Rot eens even op jij. Ik voel me niet zo comfortabel. Wow, jij bent dood. Dankjewel. Zo. Oké. Op naar de varkens. Neem dit mee voor zekerheid als het naar middel voer of zo. Het zal best wel kunnen dat hij dat wil. Anders niet, jammer dan. Zijn probleem. Verkeer, hier ergens zat zo'n loner varken, hierboven. Laten we even kijken naar zo'n loner varken. We hebben nu veel leven, oh kijk. Hey, loner varken. Oh, zo'n loner is hij niet. Dat is niet zo mooi. Hij heeft een... oh, fuck. Zijn met z'n drieën. Wanneer was dat een loner varken? Oh, nice. Het gaat hier verder omhoog. Oh, fuck. Dit gaat mis. Ten eerste, daar was een eyebird. Ten tweede, gaat mijn heatstone... mijn heatstone een beetje laag. Ik wil liever niet hun bos in de fik steken. Hier, ik drop die lasagne voor je. Het smakelijk. Maar dat is het dan een beetje. Oh, niet te dichtbij staan. Gewoon een beetje opwarmen. Hey, kijk. We survived the winter. Nice. Althans, daar lijkt het wel op. In dat geval doe ik deze op. Ja, ik is fucking niks. Oké, oh, nice. Ja, je hebt nog steeds die vogels. Dus ja, ik weet niet helemaal zeker of het nou over is of niet. Wat ik gewoon denk is dat deze vriend hier... Hoi. Fucking die. Hey, mij niet slaan, mij niet slaan, mij niet slaan. Hey, dit is voor mijn eigen best wel... Klojo. Dan dropt hij alleen op... Oh shit man, die heeft me zwaar geraakt. Waarom de fuck zijn al die bitches zo sterk? Holy crap. Holy crap. Niet dit weer. Oké, dus wat ik hiervan weet is als je deze bitches killt, je op een gegeven moment een koelkast kan maken. En hier kun je dus je marble van halen. Daar is iets belangrijk. Wooden thing. Daarmee. Oh mijn god. Met dat wooden thing. Dan kun je iets doen. Als je dat zeg maar combineert met. Aardappel ding en al die andere dingen. Dan. Dan gebeurt er iets. Maar ik weet niet per se wat. Niet precies wat. Wat ik dus wel weet. Nu weten we waar dat houten ding is. Dat is in ieder geval mooi. We weten ook waar we hebben het aardappelding. We weten waar het houten ding is. Volgens mij hadden we nog een ding en anders weet ik waar het ligt. Hier ergens lag iets. Of ik heb het al meegenomen. Volgens mij ligt het er nog steeds. Ik vraag me af, wat is er nou gebeurd met die pinguïns? Want
Het is nu toch helemaal geen winter meer. Zijn die penguins hem nou gewoon gepeerd of? Eieren! Nice. Nice. Food for days, man. What the fuck? Dus dit een soort beloning dat je de winter hebt gehaald of zo. Holy fuck. Oh fuck. Het is nog wel de... Ja, dat dacht ik al. Hè. Het is nog wel gewoon... Het is nog wel nog niet goed. Oké, snel terug naar basis dan. Ja, zie, het is nog wel koud. Het is alleen maar geen sneeuw. Even wachten hoor, Wilson. Hoppa. Gaan we dan. Het was al zo verdacht, maar eieren, jongen. Laten we eens kijken, 4 eieren. Nee, laten we gewoon doen. Ei. Van die, een van die, en dan... Een rabbit. Zo. Met elkaar ook. Even kijken. We hebben wat pikskin erbij. Erbij. Verder niet echt iets bijzonders. Onze sanity is weer flink omhoog. Ja, het is nu al een beetje te voor die andere eieren om te verzamelen. Dus ja, dankjewel voor het kijken. Laat een like achter. Oeh, wat vinden we? Volgens mij was dat aardig lekker. Oh, wat is dit nou weer? Gaat het weer fucking sneeuwen? Hey, ik dacht dat de winter over was. What the fuck? Koekerabbit. Oh. Zo. Nou, dan maken we daar nog een van. Nou ja, dankjewel voor het kijken. Laat een like achter als je deze episode leuk vond. Ik ga nog even bedenken wat ik precies ga doen met die andere episodes. Het is kennelijk nog niet helemaal... zijn nog niet helemaal voorbij de winter. Maar dat maakt niet zo heel veel uit. We halen het sowieso wel... We hebben nu allemaal gratis eten gekregen en voor niks. Dus volgende episode dus gaan we even mooi die eitjes verzamelen en shit. En dan zie ik jullie de volgende keer. Laters.